Nou, hierbij alweer de laatste bonusvideo. In deze video zie je een trailer laat consult, een tweede trailer laat consult van dezelfde Mary als uit de eerste bonusvideo. En hier gaan we de vervolgstappen voor deze Mary laten zien. Dus hoe ga je nou het afsluiten van de stang netjes voorbereiden? Hoe doe je dat in kleine stappen? Hoe is je druk en ontspanning? Hoe is je houding en positie? En natuurlijk geldt hetzelfde voor hoe gaan we nou de klep sluiten? Wat goed is om te weten is dat de eigenaresse tussendoor goed geoefend heeft. Dus die heeft huiswerk gedaan tussen deze twee sessies in. Omdat natuurlijk na één sessie trailer laden nieuw gedrag niet per se direct bevestigd hoeft te zijn. Dus die is bezig gegaan met de trailer oplopen, binnen stilstaan, ontspannen stilstaan, pasje voorwaarts, pasje achterwaarts in de trailer. Dat heeft ze een aantal keer gedaan. We zijn nu 2 weken verder en ja, nu zie je eigenlijk het tweede consult van deze knappe vosmerrie. Veel plezier. Nou, laten we dan maar meteen beginnen. De opstelling van de trailer met de staanders en de springbalk is hetzelfde als tijdens het eerste consult. En nu gaan we aan de slag met het voorbereiden op het afsluiten. Dus de eigenaresse loopt het paard naar binnen en ik loop met een bezemsteel eigenlijk, met een hand eraan, met het paard een stukje mee. En ik stop op een meter of 4. Zodat het paard gaat leren dat er beweging achter hem is en dat er iets naar hem toe komt. En dat dat niet betekent dat hij eruit hoeft te rennen. Dit is een jong paard, dus ik zet extra kleine stappen. Daarom blijf ik zo ver bij het paard vandaan de eerste keer. Omdat ik zoveel mogelijk positieve antwoorden wil. Het kan ook zomaar zijn bij een ander paard dat je wat sneller doorwerkt. Omdat die anders verveeld raakt of onvoldoende uitgedaagd is. En dan loop je wat sneller, wat verder door, meteen naar de trailer toe. Maar met dit paard bouw ik dat eventjes in wat kleinere stappen op. Om er zoveel mogelijk positief te houden. Nou, dan kom ik weer met mijn stok. En dan stop ik tot ongeveer 1,5 meter voor de klep. Haal ik de stok weer weg. En dan mag het paard weer naar buiten komen. Dit is dus eigenlijk ook weer druk en ontspanning. Dus de druk is achter het paard. Ik vraag het paard om voorwaarts te blijven lopen en niet achteruit te rennen. Dat doet ze goed. Ze staat dan stil. Ze komt nog steeds niet achteruit. Dus dan haal ik de druk weg. Dan gaat de stok weg. Mag het paard weer even uit de trailer. Ook hier is het zo, niet alle paarden hoeven helemaal uit de trailer en een rondje te lopen. Maar van dit paard weten we uit de eerste sessie dat ze wat moeilijk haar spanning loslaat. Dus die krijgt wat meer tijd tussendoor. Nou, dan loop ik weer met hem mee en loop ik weer wat verder door. Daar blijft ze goed staan. Haal ik de druk weer weg en mag het paard er weer uit. Ga je dit nou oefenen en merk je dat het paard achterwaarts gaat lopen op het moment dat jij dichterbij komt met de stok. Of je staat stil met de stok achter het paard en het komt dan achterwaarts. Dan blijf je staan. Net zolang tot het paard weer voorwaarts gaat. Nou, dan heb ik eventjes een klein stukje uit de video geknipt omdat ik de camera wat wilde verzetten. Zodat je een klein beetje kunt zien wat er binnen gebeurt. Al is het een klein beetje donker in de trailer. Maar je ziet dat witte voetje en dat is belangrijk. Kijk, dat witte voetje gaat naar voren. Dus wat het paard daar doet is, er komt druk van achter en ze gaat voorwaarts denken. Nou, dat heb ik natuurlijk het allerliefst, dus dat beloon ik door direct even de stok weg te halen. Dan leg ik de stok weer terug. Op hoogte van waar straks die achterstang gaat komen. Als ze netjes blijft staan, dan mag ze er weer uit. Haal ik de stok weg, mag ze er weer uit. Het is dus belangrijk dat als jouw stok daar is en het paard komt achterwaarts, omdat hij geleerd heeft, ook als jij bijvoorbeeld de stang wil gaan afsluiten om achterwaarts te komen, dat jij met die stok daar blijft. En daar loopt hij dan tegenaan. Je houdt de stok, het midden van de stok ongeveer bij de billen van het paard. Je zorgt dat je zelf natuurlijk buiten schopafstand blijft. En zodra het paard dan weer voorwaarts gaat, beloon je dat door de stok weer weg te halen. Hier loop ik weer met het paard mee. Je raakt de stok even de staart aan.
daarop gaat het paard voorwaarts. En dat vind ik een heel fijn idee. Dus meteen haal ik als beloning even die stok weer weg. Dan leg ik de stok terug. Je ziet dat ik hem wat tegen de trailer aantik. Ik maak wat geluid, want als je straks de stang gaat afsluiten, maakt het natuurlijk ook geluid. Het gaat ook niet allemaal geruisloos, dus dat wil ik ook eventjes testen. Het paard blijft weer wederom super netjes staan. Dus ik haal de stok weer weg. En dan mag ze er weer uit. Je ziet dat de eigenaresse tussendoor goed huiswerk gedaan heeft. Dus je ziet hoe ontspannen het paard eigenlijk ten opzichte van het eerste consult die trailer oploopt. Het is veel beter bevestigd dan de eerste keer. Nou gaat de stok er weer achter. Nou gaat de eigenaresse het paard iets achterwaarts zetten, omdat ik wil testen wat er gebeurt als het paard de stang ook echt achter zich voelt. Dus het paard komt achterwaarts. Nou, dit paard stopt netjes en gaat weer voorwaarts. En op het moment dat ze voorwaarts gaat, haal ik de stok weer weg. En ik wil dit getest hebben voordat ik met een echte achterstang aan de slag ga. Want ik wil weten, raakt het paard niet in paniek op het moment dat hij die stang tegen zijn billen voelt? Sommige paarden komen dan heel hard achteruit gerend. Je probeert dan zo goed als dat kan met de stok achter het paard te blijven. Zorg wel altijd natuurlijk voor je eigen veiligheid. En haal je de stok weer weg op het moment dat het paard weer voorwaarts gaat. Nou, de stok zit er goed in. We gaan even aan de slag net voordat het paard gaat pauzeren met de klep. Ik til de klep 10 centimeter kort op, even wat beweging achter haar. En ik laat de klep meteen weer zakken. Het paard doet het goed, dus mag er weer uit. En gaat weer een rondje stappen en komt dan weer terug naar de trailer. Zo gaan we het afsluiten met de klep opbouwen. Ik doe dat bewust zonder de achterstang erin. Omdat het kan voorkomen dat jouw paard in paniek raakt van de klep. En op het moment dat je dan je achterstang erin hebt en ze komen achteruit en ze schieten onder die achterstang door, krijg je eigenlijk alleen maar heel veel ellende. Dat wil je natuurlijk niet. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar die achterstang is wel jouw safety net als je daar staat. Daar valt ook wat voor te zeggen. Maar ik sta natuurlijk niet voor niks hoe ik zo sta met mijn rug naar de trailer toe. Ik bouw het niet voor niks in hele kleine stappen op. Ik kijk goed naar het paard. Ik ga hem niet in één keer afsluiten. Dus ik probeer ook te voorkomen dat het paard nu in paniek raakt en dat ik een safety nodig heb. Dus dat ik die achterstang daar nodig heb. En je ziet dat ik de klep van de trailer steeds iets hoger omhoog doe. Soms knip ik even een klein stukje uit de training, omdat ik dan heb staan kletsen met de eigenaresse en wat dingen heb uitgelegd. Dit is een mooi moment. Hier zie je dat witte voetje, dat witte achtervoetje moet je even in de gaten houden. De klep is iets omhoog. En ik vraag nu om de eigenaresse om het paard wat naar voren te vragen. Je ziet het voetje naar binnen gaan en op dat voorwaarts vragen en op het voorwaarts gaan eigenlijk, laat ik die klep weer zakken. Ook daar ben ik weer bezig met druk en ontspanning. Dus de klep gaat dicht. We vragen haar voorwaarts te blijven denken. Dat doet ze goed. Dus de druk van de klep halen we weg. Nou, hier zet ik eventjes de staander en dus de balk wat aan de kant, omdat ik zo meteen de klep wat hoger dicht wil gaan doen. En dan is het fijn dat ik daar zelf iets meer ruimte heb, omdat je natuurlijk wil voorkomen dat als je die klep gaat afsluiten, dat je echt achter de klep komt te staan. Je blijft altijd naast de trailer staan. Dat is jouw eigen veiligheid. Hier wacht ik even. Hier probeer ik te wachten op een ontspanningssignaal. De eigenaresse die vertelt me ondertussen hoe het paard binnen is, want ik kan natuurlijk vooral alleen de achterkant zien. En als het paard daar iets met het hoofd zakt bijvoorbeeld, of uitademt, of misschien zelfs wel wat wil afkouwen, laat ik de klep zakken. Zodat het paard gaat leren, hey, als ik ontspan in die trailer, dan gaat de klep weer open.
dit hoort niet bij de training, maar dit is wel een praktische tip. Ik ga zo meteen de klep nog iets verder dicht doen. Er ligt wat zand op de klep en zo schud ik heel even het zand eraf. Het is zo lullig voor het paard als het binnen staat en je doet die klep voor de eerste keer bijna helemaal dicht. Het kan een beetje spannend zijn dat dan ook al dat zand nog tegen zijn billen rolt. Dus vandaar. Nou, kijk ook even hoe ik omdraai. Ik sta nog steeds naast de trailer. Mocht het paard nu in paniek raken en naar buiten rennen, dan kan ik zijwaarts wegstappen en in principe tussen de staander en de trailer in naast de trailer gaan staan. Daar ben ik in ieder geval veilig. En zo bouw je in het hele proces overal ook goed je eigen veiligheid in. De merrie doet het echt super goed. Ze pakt dit heel snel op. En dat heeft met name te maken met het huiswerk dat de eigenaresse gedaan heeft. Als die tussendoor niks gedaan zou hebben, zouden we nu veel meer stress hebben op die trailer. Nou, gaat zo meteen de trailer één tel dicht en meteen weer open. En dan kijk ik wat ik zie. Dan zien we iets beweging. Wacht tot het paard stilstaat en dan mag het paard er weer uit. Dit vond ze wel iets spannender, dit heel even dicht. Zie je dat het paard er weer iets onrustiger afkomt. Maar ze doet het wel goed, ze herpakt zich wel, ze vlucht niet weg. Dus dit gaan we nog één keer doen. En dan is het voor dit paardje mooi geweest. Ze is nog jong, ze is pas 4, dus het concentratievermogen van dit paard is natuurlijk ook nog lang niet zo ontwikkeld als een ouder paard waar dagelijks mee gereden wordt, bijvoorbeeld getraind wordt. Hou ik hem iets langer dicht. Krijgen we weer iets beweging, maar staat ze alweer sneller stil, gaat de klep weer open. En mag het paard eruit. Nou, dit is het einde van de training. Nu pas eigenlijk, als je een tweepaards trailer hebt met een tussenschot, ga ik het tussenschot terugplaatsen. Omdat je eigenlijk hier pas... Nee, dat zeg ik verkeerd. Dit gaat de eigenaresse nog herhalen. Thuis als huiswerk. En pas als er volledige ontspanning is tijdens het afsluiten van de achterstang en het afsluiten van de klep, gaan we aan de slag met eventueel een tussenschot terugplaatsen als dat nodig is. En dat doe je door het tussenschot in eerste instantie helemaal open te zetten. Althans, dat vind ik de prettigste manier van werken. Dus hij staat helemaal schuin. Je loopt erin. Gaat dat goed, dan loop je eruit. Zet je hem 10 centimeter verder dicht. Je loopt er weer in. Gaat dat goed, ga je er weer uit. En zo maak je de trailer of de ruimte waar het paard kan staan steeds iets kleiner. En ook dan pas je nog even rustig toe de stappen die we net gedaan hebben met het afsluiten van de achterstang en de achterklep. Omdat het voor paarden echt wel een groot verschil maakt of dat ze in deze hele trailer mogen staan. Dit is natuurlijk de meest ideale situatie. Je kunt ook een tweepaards trailer hebben met een lange voor- en lange achterstang. Dat is voor het vervoer ideaal. Omdat het paard dan gewoon meer bewegingsvrijheid heeft en zich minder opgesloten voelt. Maar ja, dat is niet altijd mogelijk. Dus je kunt het paard inderdaad ook leren om in een tweepaards trailer te staan waar een tussenschot in staat. Nou, dat was hem. Het zit erop. Je hebt de hele videocursus trailerladen gezien. Nou, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt, dat het je helpt met het oefenen bij de trailer met jouw paard, dat het je inzichten heeft gegeven. Mocht je nou vragen hebben over waarom ik bepaalde keuzes maak, waarom ik sommige dingen wel doe en andere dingen niet, voel je vrij om contact op te nemen. Het is ook altijd mogelijk om een soort sparringssessie even in te plannen. Dan kunnen we even kort bellen over jullie situatie. En dan kan ik je misschien wat meer
persoonlijke, wat gerichtere tools geven. Nou, ik hoop dat je er wat aan had.